Tegenwoordig willen we allemaal toegang tot informatie. Altijd en overal, van op elk toestel. Op privé, maar ook op professioneel vlak. Mobiele toestellen en cloud-applicaties hebben dit gelukkig mogelijk gemaakt. Maar dat zet wel een enorme druk op onze netwerken die alles draaiende houden. Onze netwerken zijn blijven groeien, zijn steeds complexer geworden en worden ook steeds moeilijker te beheren. En de nieuwe manier van werken is natuurlijk een extra uitdaging geworden. Eerst en vooral, wanneer we over netwerken praten, hebben we het over een Local Area Network. LAN verbindt de toestellen binnen je kantoor, terwijl het Wide Area Network, of WAN, kantoren onderling verbindt. Dankzij WAN praat je in feite met de buitenwereld. Nu SD-WAN zijn intrede doet, wat staat voor Software Defined WAN, kunnen we met een gerust gevoel zeggen dat het WANs beter en slimmer bouwt en beheert. Waarom? Wel, traditionele WANs zijn gemaakt van meerdere routers die met elkaar communiceren over grote afstanden. Elke router heeft zijn eigen dataplane en controlplane die zelfstandig moeten beheerd worden. Bijvoorbeeld, als een nieuwe applicatie wordt uitgerold voor een dienstverleningsbedrijf met 100 sites, moet elke router met een traditionele WAN apart geconfigureerd worden. Met SD-WAN verloopt dat echter heel wat simpeler. Ten eerste is het controlebord gecentraliseerd. Dit betekent dat veranderingen of een nieuwe configuratie zeer flexibel en snel over het hele WAN kunnen uitgerold worden. Dus hoef je nooit meer je bureau te verlaten om een bug te herstellen. Bovendien kun je het dataverkeer op je netwerk van dit centrale controlebord kanaliseren. Zo kun je de meest cruciale applicaties voor je zaak, zoals Salesforce of Voice over IP-calls, voorrang geven op applicaties als Instagram of YouTube. Met regels kun je instellen dat zakelijke applicaties doorkomen op het privébedrijfsnetwerk en andere applicaties op het internet. Dat houdt als voordeel dus in dat SD-WAN voor een betere agility en netwerkervaring zorgt. Het is ook tijdbesparend en op lange termijn kostenefficiënt, gestructureerd en veilig. SD-WAN kun je nog het best vergelijken met de controletoren van een luchthaven. Je hebt een centraal overzicht op alle luchtverkeer en geeft bepaalde vliegtuigen voorrang op andere, zodat iedereen op tijd landt en opstijgt. Net als zo'n controletoren beheert SD-WAN jouw netwerk. En zo kan eigenlijk je hele netwerk werken. Proximus. Think possible.